Sioen and Pyeongchang. 안녕하세요. Het is heel druk op de baan. We zijn aan een lang weekend begonnen in Korea. Hier wordt Solnal gevierd, Koreaans nieuwjaar. Dus ik hoop dat ik er weer op tijd geraak. Alles is. Casa Italia. Valentine, motherfucker. It's Valentine. You're stuck with me. Double LP, we're all excited. Struck a match to the underground. Industry ignited from metaphorical parables to fertilize the earth. Wicked niggas come, trying to burglarize the turf. Casa Italia. Niggas rap happily, tragically, that style deteriorate rapidly. Uncompleted missions, throwing your best known compositions. You couldn't add it up if you master. Ze zijn hier alles aan te wiren. Italian style, geen kabels op de grond, jongens. Ik hoop dat ze straks ook gaan meezingen, die Italianen, want ik heb een Italiaans liedje voorbereid, althans de akkoorden. Kijk eens wie we hier hebben, aan de andere kant van de wereld. Ja, ja, welkom. Jullie zijn vier vrienden die eigenlijk aan jullie hoeveelste Olympische Spelen bezig zijn? Zesde. Dus om de twee jaar, 10 jaar op schok. You're happy about the gold medal, it's the first one, yes, for Italy. Of course. Yes. I saw the short track live. So you are lucky. Yes! Yesterday. Ariana! Ariana! Wie is Ariana? Ariana is Italiaans. Ariana, pak ze uit! Fantastische emoties! Ga je nu proberen iets te zingen? Excuse me. I prepared an Italian song, but I don't know the lyrics, so you have to help me. La troverai le cose che non hai avuto qui. Pellegrino, ce l'abbiamo noi, ce l'abbiamo noi, ce l'abbiamo noi. Er wordt gezegd dat de Koreanen een beetje de Italianen van Azië zijn. Ze houden van eten, zijn zeer familiaal, ze wonen op een schiereiland en ze zijn zot van drama. Ik heb er al sinds enorm van genoten, de gastvrijheid was op en top. Casa Italia, grazie. Grazie mille.